Hallo, hier zijn we weer voor onze tweede sessie van Een Nachtje Doen. Roy en ik zijn in Wallonië beland. Ik neem jullie deze keer mee in mijn typische voorjaarsvisserij. Ik bevis graag ondiepe kanalen en Wallonië ligt er eigenlijk vol van. Vergeten stukjes met ongekende bestanden. Het is vrijdag de 13e en dat betekent dat we een beetje pech gaan hebben. Dat is eigenlijk perfect gelukt al, want Roy heeft heel lang in de file gestaan. Ik was hier ietsje eerder dan hij. Ik heb het stuk al rondgewandeld, een aantal vissen gevonden, voorzichtig een paar boilies gestrooid. En nu is het echt wel rushen om voor het donker alles op scherp te leggen en hopelijk een vis te kunnen vangen. Tot zo! Ik sta hier net op punt om voorzichtig de tweede hengel in te leggen als er hier aan de overkant een vis draait. Het is niet de eerste, het is eigenlijk al sinds dat ik hier ben, ongeveer een uurtje of zo. De derde vis dat ik zie, ik heb hier al heel dicht in de kant een dikke spio zijn schouders in boven steken. En dat betekent, denk ik, dat we wel actie kunnen verwachten vannacht zonder al te veel voer in te smijten. Af en toe een boilie of een tijgernootje. En de hengels hier mooi aan de kant positioneren. De vis komt hier heel dicht in de kant. En ik heb zo een extra loodje voorzien na de ledcore. Dat zit daar. Omdat ik met een slappe lijn vis en dat de bedoeling is dat echt die laatste anderhalve meter heel mooi op de bodem ligt. Je ziet, de hengeltoppen zijn ook mooi gelijk met de oever. Zodanig dat er absoluut geen lijn in dat water gaat. En wie weet krijg ik net als gisteren opnieuw heel snel een aanbeet. Of wat? Wat is er gebeurd? Ik heb net die tweede hengel gelegd. Ik kom bij die eerste. Ik zie de lijn pal naar de overkant. Die vis die er straks draait, gaat waarschijnlijk een vis zijn die op die gehaakt is. En ik had de optoning niet opgezet. Ik had gehoopt op een snelle aanbied. Maar dat is echt wel heel snel. En in plaats van dat hij normaal gezien zou blijven aanhangen, gaat het dus toch wel echt vrijdag de 13e zijn. What the f**k, allee. Hoe rap was dat, 5 minuten? Ik kom hier zo van, ik ga nog een paar bolletjes bijgooien. En dan zie ik die lijnen zo van. Hoe bezig? We zijn nu een paar uur verder en eigenlijk moest er al een beet gekomen zijn. Dus het is voor mij ook wel bang afwachten. Ik hoop misschien binnen een uur of zo dat er toch nog die verlossende aanbeet komt. Alleszins, het is tijd om de slaapzak in te duiken. Een 13e is gepasseerd, dus we zijn nu 14 mee. En wie weet komt alles wel goed. Slaap wel. Oeh. 4 uur 30 in een heel diepe slaap en dan toch die verlossende run op die tijgernoot, net zoals gisteren. Dus, de vis vecht heel bizar hier kort in de kant, ik heb hem nog niet gezien. Ik denk dat ik zo'n 5 minuten aan het trillen ben intussen. Ik ben echt wel nieuwsgierig wat dat het wordt. Die zwemrechten net, dus hop. Oeh.
Het is in orde. Je zit erin. Binnen een goed duurken is het al licht, dus we gaan even in de sling hangen. Dat doen we hem straks wel, dat we hem een keer goed zien. He. We waren van plan om die vis van daar straks, die ik in de vroege ochtend vangen heb, te gaan bekijken. En kijk, die hengel, dezelfde hengel, vertrek weer. En een spiegeltje, niet zo groot als de vorige. Een bijzonder korte drill ook wel. En, ja, fantastisch. Hè. Vis nummer 2. En weer op die tijgernoot. Hè. Steeped Black Tigers. 2 weken terug was ik hier voor mijn eerste nachtje van dit voorjaar. Toen ving ik 1 visje. Een visje van 1,10 kilo. Met een heel markante staart. Die er vierkant uitziet. En ik kijk hier nu naar die vis. En wat zie je? Dat vierkant staartje dus. Dat is eigenlijk al een terugvangst van... Op de 4 vissen dat ik nu gevangen heb, zit er al eentje gedubbeld bij. Bizar. Nieuwe sessie, nieuwe schatting, Chris? Ja, net de weegschaal getareerd met de sling. Een 30er zou mooi zijn, maar ik schat net eronder, zo 14,7, 14,8, iets in die trant. En we zeggen, make me happy. Ik zie het niet. Tussen de 14,5 en de 14,6. Dus onder gram geschat, dus. Dat is mooi, hè? Dat is goed. Rond 4:30 die tijgernoothengel die vertrekt. En dat was die vis. Spectaculaire drill. Best stevig al gedrild. En dan zie je... Dan voel je, als je het net op hebt, van oké, dat is best wel een deftige vis. Super blij mee. De vis die de druk wegnam, ik vind het persoonlijk een heel mooie vis. Qua bouw, een maagdelijke bek. Zo mogen de spiegels eruit zien van mij. Ja. Hoppa. Iets wat ik graag doe op kanaal tijdens mijn verkenningsrondes is de kanszones uitputteren met een schepnetsteel of een prikstok. Ik heb hier mijn gewone schepnetsteel met dat 6 voets verlengstuk nog op. En dat is voor hier een mooie lengte om die bodem net onder de oever te onderzoeken. Ik heb dat gisteren niet gedaan omdat die vissen hier sowieso al waren. En omdat ik merkte dat ze een beetje verder uit de kant waren. Het is ook gelukt om 2 vissen te vangen. Maar nu met die lijnzwemmers, misschien zwemt de vis iets dichter. En omdat ik een heel subtiel bodemberichtje wil presenteren, wil ik niet het risico lopen dat het op een grote steen of zo, want er liggen hier heel wat stenen onder de kant, dat het op een grote steen terechtkomt en dat ik dus kansloos lig. Dus ik ga hier nu heel voorzichtig, zonder al te veel geluid te maken, een paar keer met die stok een mooi plekje zoeken, pal in de kant, en daar iets heel attractiefs neerleggen om te zien wat er gebeurt. Ja, plots zo een stukje dat 20 centimeter dieper is. Hier zo net onder in de struik. Er liggen wel wat stenen. Ter controle wat het is in dat zachtstuk. Even met spreidblok gestoten en je ziet de zandachtige modder. Het is echt geen stinkende blubber. Dus zeker een plek waar vissen gaan op pasen. Dus ik heb net even die bodem onderzocht. Iets dat ik al heel veel ondervond in mijn visserij is van niet passief zitten wachten als er niks gebeurt. De vissen zijn altijd iets aan het doen. Ga actief op onderzoek uit, ga observeren. Ik vind ze nu niet te vissen, maar ik heb nu wel iets bijgeleerd over die bodem hier op dat stuk. En als je water goed kent, zeker die kleine, op de details kom het aan. Die kleine water, die vissen zijn heel specifiek in hun aasplekken soms. En het kan zomaar zijn dat ik hier straks toch nog een aanbied krijg. We gaan zien. Er zijn natuurlijk nooit garanties.
Ik ga zo meteen nog een rondje observeren. Als de zon zobiet opnieuw doorbreekt, dan denk ik wel, de voorbije dagen met die zon kon je de vissen echt makkelijk spotten. Je zag ze heel goed zwemmen. Ik hoop dat ik nu ook nog een groepje tegenkom en voor deze namiddag dan nog een kans kan afdwingen. Ik zit heel mobiel, dus we kunnen snel verkassen. En als ik ze vind, dan gaan we er gewoon achteraan. Let's go! Je t'ai vu, tu m'as bien vu, tu ne disais rien, mais je t'aimais bien, c'était le charme de tes yeux bleus qui me disait, je t'ai vu. Ik ben net terug van mijn observatierondje. Ik heb hier een paar honderd meter langs de oever gestapt. Het enige dat ik kon zien waren drie kroesende kroeskarpers net onder het oppervlak en een brassem. Dus daar doen we niet veel mee. En toen ik op weg was naar hier, bedacht ik me van, net toen ik vertrok, kreeg ik een lijnzwemmer. Ik kom hier aan, kreeg nu net weer een lijnzwemmer. Dus er zit nog iets op de stek. Die ene hengel met die pop-up doe ik eruit. Ik ga iets veel scherper vissen, een 10 mm boilie of zoiets, op wat boiliekruim, dichter in de kant door. En dan zien wat er hier nog op de stek zit. Want twee lijnzwemmers in zo'n korte tijd, er is hier nog iets aan de hand. Maar om een of andere reden krijgen we geen beet. Dus iets scherper vissen en hopelijk zien we dan wie dat de dader is. Dat spel hier. Start. Oké, het lampje brandt. Yo, Gio. Roy is even snel door zijn nutten voor die batterijen op te laden. Had mij gevraagd voor wat sluit. Ik kwam het te maken. Maar Roy ziet dat eigenlijk niet zitten, vandoor dat ik toch stiekem zeer even voor de camera zit. Zotte tas naar Jet. Maar op vrijdag 13 wordt dat helemaal niks aan ze vallen. Dus, worm en nietje. We hadden hier een mooi plan, hier in de eigen oever. En we zaten zo met Roy een beetje te babbelen in het zonnetje van, ja, er gebeurt niet echt. Als we plots aan de overkant, er is hier al een hele dag zo wat drijfvuil dat hier rondcirkelt. Als we plots een staart zien uitklappen en we blijven even kijken en we zien zo drie keer een vis met zijn staart door dat drijfvuil. En we zeggen van ja, dat is blijkbaar echt wel paaigedrag. Het is hier opvallend stil. Dus die vissen leken aan de overkant. Te beginnen paaien of zo. En ik zei van, goh joh, waarom niet? Die hinge er weer aan, die hengel hier in de kant eruit, een hinge eraan. Tijgernoot lopen goed, pop-up tijgernoot gemaakt met een kurkstaafje. En die hengel ingegooid, en kijk, echt waar, alles is opgeruimd. De ene hengel zit al in het voedraal. Ik ging die indraaien als Roy zei van, kijk, oh, je top beweegt. Ja, oh. Zal een afsluiten. Als je zo naar huis kunt, machtig. Ik vond het weer een superleuke sessie. Hier is de afsluiter. Bedankt om te kijken. Volgende keer gaan we naar, denk ik, een heel spectaculaire locatie. Dus stay tuned en tot de volgende. Ah ja, nu toch. Dat is nog niet goed. Dat is nog niet goed. Dat is nog niet goed. En dat is Squirty. Wil je meer video's zien van Fox? Klik hier. Of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Klik dan hier.